ben Marjolein Moorman, lijsttrekker van de PvdA Amsterdam. En vandaag ben ik op gelijke kansentour in Amsterdam-Noord, samen met Gerdy Verbeet en Europarlementariër Lara Wolters. Ik begon bij Marco de Souza van het Leerorkest. Met 100 professionele muzici organiseert deze stichting cultuur- en muziekonderwijs voor maar liefst zo'n 5000 kinderen van ouders met weinig geld. Dat wat zij maken klinkt echt heel erg goed. En wie ook bijdragen aan de ontwikkeling van kunst en cultuur bij kinderen in Noord zijn de vrijwilligers van Noordje. Zij zetten zich vooral in voor kinderen met leer- en taalachterstand en gebruiken de kunst en cultuur om die achterstand in te lopen. En daarna gingen we naar het Leefkringhuis, opgericht door de geweldige Paul Scheerder. Hier kunnen Noorderlingen met al hun vragen en problemen terecht. Paul en zijn team staan altijd voor je klaar. We sloten de tour af bij de Weggeefwinkel in Noord. Een initiatief door en voor bewoners. Iedereen kan hier spullen langsbrengen die gratis opgehaald kunnen worden door mensen die dat nodig hebben. En zo helpen mensen in Noord elkaar. Oftewel, het was weer een geweldige gelijke kansentour. Maar de dag was nog niet voorbij. Samen met Lara en Gerdy gingen we nog de straat op. En ook Lodewijk kwam nog even langs om campagne te voeren. Op 16 maart zijn er verkiezingen. Stem jij ook voor gelijke kansen? Stem PvdA.